Marcel Wouda, de Swimcup, jouw mensen hier, Femke Heemskerk, Ferry Weertman, Maarten Broskowski, ze zijn in vorm. Absoluut, ze zijn in vorm. We hebben een mooie eerste dag gehad, goede races, goede tijden. WK-limiet voor Maarten erbij, dus ja, dat gaat goed. Femke alweer een tiende seconde sneller op de 50 meter vrije slag. Haar 100, dat moet het natuurlijk helemaal worden. Haar 200 vanmiddag. Ja, die 50 was een verrassing dat ze zoveel snelheid heeft op dit moment. En ja, dat is een heel mooi vooruitzicht voor zowel de 200 als de 100. Dus dat gaan we zien. En dan Maarten Broskowski. Gisteren een kwalificatie op de 800 meter. Vanmorgen als warming-up de 200 meter vlinderslag. En vanmiddag nog een keer lekker 1500 meter zwemmen. Ja, en ik ben ook benieuwd hoe dat gaat. Ik vond het een hele gedurfde race gisteravond. Ik denk ook wel dat je op zo'n manier moet racen en moet durven racen als je uiteindelijk naar het wereldniveau toe wil. En ja, dat doet hij met verve. Dus ja, daar gaan we heel veel plezier nog aan beleven. Ferry, gisteren zijn 800 meter wel een persoonlijk record, maar net niet die limiet. Hoe staat het met hem nu? Ja, Ferry is open waterzwemmer en die 800 vrij is echt een hele stevige tijd. Daar zat hij echt ook nog wel een stukje boven. Maar ja, ik denk dat hij is goed, hij is sterk. Hij is natuurlijk bezig voor later dit seizoen de World Cups in Mexico. Dus hij heeft een dubbele agenda. Hij is hier in topvorm, dus ik ben benieuwd wat hij gaat brengen vanmiddag.